Niek heeft gewoon een fucking jacuzzi in de tuin staan. Ja. We gaan gewoon op vakantie, Niek. We gaan op vakantie. We gaan op vakantie. Yes. Maar wat horen we nou? Er zijn 3 mensen omgekomen tijdens een explosie van drones op het vliegveld van Abu Dhabi. En wij gaan volgende week naar Dubai. Nou, denk het niet. Sorry, maar ik ga niet naar Dubai. Maar ik ben er niet achterlijk. Geen zon meer vandaag. Maar goed, dames en heren, jongens en meisjes, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video en vandaag ga ik weer vloggen. Ik had gehoopt dat het zonnetje vandaag zou schijnen, maar helaas, hij schijnt niet. Hopsakee. Het is 11:15 en ik heb om 11:30 afgesproken bij Niek, dus ik ga lekker de auto in en dan ga ik naar Niek. We gaan samen een broodje halen en ik heb Niek al een heel lange tijd niet gezien. Jullie ook volgens mij niet, want eerst ging ik op vakantie, daarna ging Niek heel lang op vakantie. Hey Google, zet alles in de woonkamer aan. Goed, ik doe 4 dingen aan. Kijk, dankjewel Google. De tv gaat nu ook aan, dat is niet de bedoeling. Dat is niet de bedoeling. Zo, het is weer gezellig in huis. Ik kwam trouwens gisteren op een heel gek idee wat misschien wel leuk is voor een video. Ik ga een keer hier een tent neerzetten en dan gaan we gewoon een keer hier overnachten op het balkon. Dat we gewoon 12 uur lang bijvoorbeeld niet hier door deze deur mogen. Dus alleen op het balkon moeten blijven. En kijk, tegenwoordig hebben we ook deze glazen pui, zeg maar, die je helemaal kan wegschuiven. Die hebben we nu altijd weggeschoven, want het is gewoon veel lekkerder als je gewoon, ja, hier, geen glas hebt. Want ik zeg de hele tijd, kijk, als we naar buiten gaan om op het balkon te staan, dan wil ik echt buiten zijn in plaats van dat je nog net eigenlijk voor een stuk glas staat. Ook al is dit echt heel nice. Maar dit is veel beter, jongens. Het is geweldig. Het is lekker. Het is niet koud vandaag. Ik had verwacht dat het vandaag koud zou zijn, maar het is niet koud. Een paar vlogs terug was ik aan het kijken voor een nieuwe auto. Dat was volgens mij een BMW 4, een M440i. Alleen ik heb de laatste tijd ben ik weer zo erg aan het genieten van mijn eigen auto. Ik had gewoon een tijdje dat ik dacht van ja, ik wil gewoon heel graag iets nieuws, want ik ben gewoon autoliefhebber, dus dan is het altijd leuk om nieuwe auto's te rijden en allemaal verschillende auto's te rijden. Alleen ik heb nu elke keer weer, als ik gewoon lekker achter het stuur stap en lekker het gas in trap, dat ik denk van, oh ja, eigenlijk is hij gewoon perfect voor nu, weet je wel. En ik denk dan ook van, als ik een keer een nieuwe auto wil kopen, wil ik echt een dikke stap maken, weet je wel. En natuurlijk is een M440 echt een bizarre stap, alleen ik zat toch eerder te denken, bijvoorbeeld, stel nou ik kan ooit een keer een Porsche Panamera kopen of zo. Ja, dat lijkt me zo dik. Maar ik denk ik ben nu gewoon nog heel erg blij met deze. Dus ik hou deze gewoon lekker. En ik ben ook nu niet aan het kijken naar andere auto's. Ja, ik doe het wel, maar meer voor de lol, zeg maar. Niet serieus. Maar goed, ik ben nog steeds blij met dit kanon. Oh, ik moet wel echt even mijn auto gaan opruimen ook. Dit is echt smerig. Mijn auto is eigenlijk normaal gesproken nooit vies. Maar ik ben de laatste tijd best wel vaak ben ik weg geweest op naar lange plekken. En dan kom ik altijd langs een tankstation. Waardoor ik dan broodjes ga halen, zoals je allemaal ziet. En waterflesjes en zo. Hey. Hij is vervangen. Waar ben je heen? Ga ik lekker niet zeggen. Hoezo? Ga ik lekker niet zeggen. Waarom ben je vroeg op? Ik ben altijd vroeg op. Oh ja, oké. Okay. Ik ben een ochtendmens, Willem. Oké. Nee, maar mijn vraag is nog steeds. Ik ben naar Niek. Ik ben een broodje halen bij Gamon. Dat wil jij zeker ook wel. Maar dat krijg je lekker niet, Willem. Oké, nou, we gaan het zo doen. Oké, dan ga je het niet doen. Maar ik ga naar Niek toe of zo. Ja, ik ga even naar Niek toe. We gaan even een broodje eten en dan ben ik zo weer thuis om 3 uur of zo. Okay. Wat is jouw planning? Ik ga sporten. Oh, oké. Okay. Oh, is goed. Ja. Ah ja, dat interesseert me niet. Oké, okay. Okay, is goed. Oké, tot zo, hè. Tot zo. Hey Wim. Heb je een leuke avond gehad, jongen? Ja, yeah, hoor. Oké. Okay. Zeker. Jij? Ja, ik heb ook een leuke avond gehad. Mooi. Doe je me ook volgens mij. Oh, echt? Ja. Oké, leuk. Ja, goed. Oké, doei. We zijn binnengekomen in het huis van een hele bekende acteur en YouTuber. Ze noemen hem ook wel. Sinds wanneer mag jij zomaar vloggen in mijn huis? Niek Rozen. Doei. Nou, Niek is zoals jullie zien even aan het schijten. Maar moet je eens even kijken wat hij in de tuin heeft staan.
Ik vind het bizar. Een jacuzzi. Niek heeft gewoon een fucking jacuzzi in de tuin staan. Echt heel nice. Ik zat al te denken, past zo'n ding ook niet bij ons op het balkon? Hoe lekker zou dat zijn? Alleen ik heb ook weer van heel veel mensen gehoord dat het heel veel stroom gebruikt. En wij moeten natuurlijk ook, dit ding is natuurlijk helemaal gevuld met water. We moeten wel ergens het water vandaan krijgen. En het ook weer moeten weg kunnen spoelen. En Niek heeft een mooie tuin. We gaan weer gelijk de deur uit, want we gaan lekker een broodje halen bij de beste broodjeszaak van Haarlem. Bij Gamon. Want Niek die moet om 2 uur straks ook weer ergens anders zijn. Ja, bij Brit Scholten. Is hij maar goed dicht nu de deur? Nee. Nee, ja, laat aan joh, laat aan. Je laat hier mij toch niet zitten? Kijk, dat je hier een broodje eet, oké, okay, en dat de verpakking nog ligt, oké, okay, maar dat die kleine stukjes korst er nog liggen, Finn. Dit is niet eens mijn broodje, kijk, dit is mijn kant. Ik wil daar niet eens, ik wil niet weten wat er allemaal ligt. Ja, ik maar zei... van wie is dat? Wie is die vieze korst? Dat, ja, vind dat ik echt goor. Dat weet ik niet. Maar ik zei het net ook al. Je weet het niet? Nee, ik weet het niet. Er zitten meerdere... Nee, ik weet het echt niet, maar ik zei het net toevallig al aan de dat mijn auto echt smerig is. Ik zat eerst te vertellen van, nou, ik ben echt weer blij met... Waarom gaan we niet in mij aan dan? Ja, weet ik toch niet, Niek? Oh, goedkope kutauto. Doe even normaal zeg, hé. Hey. Hé, hey, Niek, wij hebben misschien een heel wel een plannetje. Ja, we gaan misschien last minute naar Flevoland. Ja! We gaan naar Texel! Nee, Niek en ik hebben al een tijdje dat we echt heel graag samen een keer weg willen. Ja. Gewoon ergens naartoe. Gewoon, Vlieland is toch wel... Ja, Vlieland of een Texel. Ja. ja, maar dit komt ook weer zo kut over dat mensen die echt naar Vlieland of Texel gaan, dat het kut... Nee, dat is niet zo. En nu maken we het belachelijk. Nou, ik vind het wel grappig. Ja, het is leuk. Maar we wilden eigenlijk naar Bali gaan voor een maand. Alleen Bali is heel lastig met corona. Ja. Omdat je moet al 14 dagen in quarantaine in Jakarta. Dus, wat gaan wij misschien doen? Wij gaan misschien zaterdag naar Dubai. Ja. Voor 6 dagen. Ja, misschien wel. Maar ik twijfel echt nog tussen Vlieland. Maar Vlieland schijnt niet zo lekker weer te worden volgende week. Nee. En Dubai is er altijd zon, dus. Ja, maar in Vlieland kan je wel supercars huren en zo. Daar heb je skelters. Skelters? En dan kan je naar de camping stortenmelk. Ja, en je kan meeuwen zien. En meeuwen. Meeuwen. Nee, maar het is wel ook minder ver reizen. Ja, daarom. Dat scheelt wel. Ja, we moeten gewoon nog even kijken, maar we moeten zo even kijken welke of we kunnen boeken. Allemaal hele leuke plannen, maar eerst gaan we natuurlijk eventjes lekker eten, want ik heb nog niet ontbeten. Jongens, wij zeiden net al, we zijn gewoon helemaal hype om een broodje te houden, omdat we al zo lang niet meer bij Gamon zijn geweest. Ja, zo, zie je joh. Nee joh. Orkaan! Ja, ik heb gehoord dat het heeft gestormd in Haarlem. Ik ook. Er is een wilde storm geweest. We zijn er bijna. Zo, ik heb al zo lang geen Gamon meer gehaald. Ik denk serieus nu bijna een maand niet. Langer dan een maand niet. Moet je nagaan jongens, hoe lang dat is. Ik ben helemaal afgekikt joh. We zijn weer terug en de broodjes zijn binnen. Lekker zeg. Jongens, de broodjes zijn op. En ze waren fantastisch lekker. En Niek die moet om 3 uur straks in het Vondelpark zijn. Dus wij gaan straks eventjes kijken of het allemaal doorgaat. Of we naar Dubai gaan en zo. Dus we gaan eventjes alles uitzoeken. Maar wat Niek ook al zei. Heel misschien kunnen we gratis naar Dubai. Omdat we ooit een keer iemand zijn tegengekomen in Ibiza. En die regelt allemaal dat soort dingetjes. Dus die hebben gecontact. En misschien dat we daar gratis heen kunnen. Dat zou natuurlijk helemaal top zijn. Maar we gaan het even checken. Kijk jongens, hier zouden we dan gaan zitten. Het is met een zwembad erbij. En het heeft een privéstrand. Fucking nice. Ja, dit is gewoon top. Goede kamers. Ontbijtje. Oh, dit is tof voor Niek. Nee, dat ken ik helemaal niet. Nee. Oh. Dit? Nee. Ja, dat is een tennisbaan. Vind je dit anders leuk? Dit is een massagesalon. Oh ja, hier kom ik vaker. Ja. Nee, goed, maar je hebt echt van alles. Kijk, dit is al het hotel. Zwembad erbij. Ja, ik wil gewoon gaan, Niek. Ik wil gewoon. Ik wil gewoon heel graag. Ja, dan heb je eindelijk weer even wat leuke content ook. Ja, ook, want ik doe eigenlijk helemaal niet zo heel veel op een dag. Nee, dat ik schaamde wel een beetje. Want jij zei, ja, nee, ik ben naar Ikea geweest vandaag, verder niks. En ja, ik wil ook aan het vloggen. En ik zei, oh, nou, ben benieuwd naar de vlog. En toen zag ik had er niet gekeken, maar ik zag op dit thumbnail, ik kom handen tegen in Ikea. Maar ja, ik zei dat niks, ja. niks leukers op die dag waar je nog een beetje beters uit kon halen, dacht ik, oh, dat is eigenlijk best wel stom. Nee, dus we moeten naar Dubai. Weet je wat het is? Ik zei het ook, ik vroeg het ook laatst aan jullie, kijk, de laatste tijd is er gewoon heel weinig te doen. En ik wil wel gewoon video's blijven maken, want ik vind het zelf ook heel erg leuk. En ik vind het ook gewoon leuk om jullie te vermaken, zeg maar. Maar ik, ja, soms dan heb ik ook de mening aan het filmen zo'n dag. En dan denk ik van, ja, wat heb ik nou eigenlijk gedaan? Dan ben ik heel erg bang dat jullie het niet leuk gaan vinden.
Maar ja, laatst zeiden jullie ook dat jullie het gewoon juist leuk vinden om te zien. Want dat ik eigenlijk niks aan het doen ben. Gewoon hoe mijn leven. Dit is eigenlijk gewoon letterlijk mijn leven. Ik maak niks moois of niet leuker. Nee. Maar we zijn wel heel erg blij van een broodje kip. Ja, kijk, maar kijk, dat zeg ik. Ik zei dat ook laatst ook volgens mij ook al in de vlog. Ik kan gewoon heel vaak. Ik kan de laatste tijd gewoon heel goed genieten van kleine dingetjes. Gewoon van een koffietje op het balkon. Een lekker watertje. Ja, en een broodje. Ik had al heel lang geen broodje kip op. Dus. Kijk jongens, Nick die heeft wel een goede spiegel in ons huis. Wij hebben nog steeds een spiegel nodig. Maar we kunnen er geen vinden. Ik kan wel deze ook voor jou regelen als je wil. Ja, misschien wel. Moet je even een mailtje sturen naar ze. Hij is wel lekker groot. Ja, ik ook. Ik heb een hoge spiegel nodig. Ja, jij past bijna in die hele spiegel, man. Huh? Wat gebeurt er nou? Oh? Meneer, wilt u misschien had u nog koffie gewild? Nou, nee. Nee? Ik ben al zo lang, ik denk dat ik... Ook geen cappuccino of zoiets? Nee, ik wacht nog steeds. Zwarte koffie? Ik wacht nog steeds op mijn knipbeurt. Ik zit hier al een hoop te wachten. Zo, en hoe was je werkdag? Zo. Het is af. Wow. Nou, dan pak ik zelf een koffie. We gaan er weer vandoor. En we gaan snel eventjes richting Amstelveen. Ja. En dan gaan we boeken. Ja. We gaan gewoon op vakantie, Niek. We gaan op vakantie. Yes! Wacht. Hey Google, zet alles in de woonkamer aan. Jee. Ik doe vier dingen aan. Wow, cool. Hallo? Hallo, Willem. Hey. Hij schrok wel. Schrok je een beetje? We hoorden wel een soort van giecheltje. Nee. Ik zag, Wim, jij deed toch dit zo? Nou echt? Was ook een beetje gek. Hey Wimpy. Hey Wimpy. Wat heb je gedaan, jongen? Ik heb gesport. Ah. Ik zie het in de armen gedaan, hè? Lekker, hè? Goed hoor, Wim. Ga je mee naar Dubai? Nee. Ja, ik heb verplichtingen. Hij wel. Maar waar ga je? Dat is ook zaterdag waarschijnlijk. Zijn jullie nu aan het boeken? Nou ja, we willen gaan boeken, maar we zitten nog eventjes te kijken wat nou een goed hotel is. Zo, dit is ook wel echt heel erg dik. Nou goed, Niek gaat er eventjes vandoor en dan gaan we straks onze vakantie boeken. Tot zo! Doei! Vind je niet ook zo'n ontiegelijk irritant kind? Hoor dan. Zo energiezuigend monster. Ja. Volledig mee eens. Ik ga ook denk ik niet meer naar Dubai met Niek. Hey, als jullie niks aan het doen zijn momenteel en jullie kijken deze video en je bent nog niet geabonneerd, doe dat dan eventjes, want kijk eens eventjes, even scherp. 179.000 abonnees en ik wil gewoon heel graag de 80 halen. Dat lijkt me hartstikke leuk. Dus, wat moet je doen? Abonneren! En een klein likeje. En een abonneertje en een leuk dingetje. En dan ga ik voor jullie hele leuke vlogs maken, wat ik eigenlijk sowieso al probeer te doen. Alleen er is gewoon heel weinig te doen, dus dan, Hé? We gaan naar min 1. Geen probleem. Zo, het zou niet verkeerd zijn voor mij om naar Dubai te gaan. Ik ben echt wit. Jij bent nog op trainingskamp geweest. Jij hebt nog gewoon zeg maar een goed kleurtje, maar ik ben een beetje wit. Je zit een beetje grauwig. Ik ben een beetje grauwig. Ja. Ik heb ook niet lekker geslapen vannacht. Nee? Ik hoor jou de hele tijd. Snurken. Nee. Nee, Willem. Oh, dat kan ik ook. Dat kan jij helemaal niet. Echt wel. Wedden dat ik dat ook kan? Ik weet niet hoe ik het kan. Snel, ik kan de auto aan. Oh, net niet. Nee, hè? Nee, ik raakte niet. Nee, hè? Fuck. Ja, dan heb je toch gewonnen, Wim. Ja, wie had dat verwacht? Ja. Wij gaan koffie halen, koffie halen, koffie halen. Wij gaan koffie halen, ja la 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 la. We zijn in het winkelcentrum van Amstelveen. Ik wilde Amsterdam zeggen. Er is zoveel koffie, jongens. Ja, Wim, welke hadden we nou? Zo, wat ik net ook al zei. Laten we even naar de Mediamarkt gaan. Ja. En naar de... Heb je nog dingen nodig als je op reis gaat? Een cameratas heb je? Of iets van een tas? Nee. Dat heb je wel nodig. Ik heb niet eens een reistas. Je hebt serieus een tas nodig? Ja, maar ik heb ook geen reistas. Ik heb niet eens een rugtas, pik. Moet je dan niet even naar de Bijenkorf of zo? Dat is toch hier? Ja, daar is geen mooie tas trouwens. We kunnen ook naar de Bijenkorf van Amsterdam rijden. Ja, vind ik ook goed. Zullen we dat doen? Ja, als jij dat leuk vindt. Ik heb nog een rugzak nodig, ik heb nog een trolley nodig. Ik zou serieus, dat is best wel een goede investering, gewoon een goede trolley kopen. Ja, maar ik heb die niet. Dus... Nee, daarom zeg ik het. Ja. Ja, en het is leuk om een tent te kopen.
Die ga je niet bij de wijk hoor vinden, kan ik je vertellen. Nee, en anders dan koop je een tent van Dior of zo. Ja. Wel fijn dat jij dan nog voor mij nadenkt dat ik inderdaad gewoon een koffer nodig heb. En een rugtas. Nee, dat vind ik ook niet moeilijk over. Nee, maar dat is fijn, dankjewel. Dat heet voorbereiding. Ja, dat is handig, ja. Ja, precies, ja. Hey, ook een leuk dingetje. Vanavond. Ja. Ja. Weet je wat ik ga zeggen? Nee. De persconferentie. Oh ja. Ja, we mogen waarschijnlijk gewoon weer uit eten tot 10 uur. En de horeca gaat open, we kunnen weer naar voetbalwedstrijden. Het komt weer een beetje op gang. Komt weer een beetje op gang. Leven in de brouwerij. Mooi. Zeg je mooi. Het is echt een mooie vergelijking. Gezegd, hè. Ja. Hobbies? Oké, jongens, ik denk dat ik hier goed zit. Jij vindt zo'n tas mooi, toch? Ja, deze kop is echt mooi. 500. Is dit handbagage? Ja. Dit is wel de crème de la crème. Is dit de crème de la crème? Crème de la crème. We hebben hier een fantastische koffer. En deze komt denk ik wel goed verpast. Het is een hele stevige. En dan had je toch gelijk, hè? Ik zei het. Ja, maar je had een oude hartje er nog over. Ja, maar ik zei het ook. Nou, ik denk dat deze wel dat deze top is. Het is sloten op ook. Nou, hier kan ik wel wat mee. Jongens, hij komt gelijk verpast, want het is echt fucking warm hier in de Bijenkorf. Dus ik heb gelijk mijn jas er even in gedaan. Hij is wel echt top. Heb jij het niet warm, jongen? Zonde, hè? Nou, ik had het echt. Maar ik heb lekker mijn jas erin gedaan. Dat is dan jammer. Te laat. Ah jongens, dit is top. Hij is ook lekker licht. Hij is mat zwart. Prima koffertje. Zo jongens, we zijn eventjes bij Cartier, maar ik heb eventjes... Ik had een, zo, je ziet die streep. Laag helemaal niet te hard. Nee. Zo, kijk dan. Maar je ziet het niet goed. Maar goed, ik heb hier normaal zeg maar zo'n bandje om. Alleen die was een beetje lelijk en kapot. Dus die wordt vervangen. Prachtig. Jongens, ik heb hem weer. Hij is weer vers. En hij glimt weer een beetje. Nice. We zijn weer terug op locatie in Amstelveen. Hey. We waren aan het rijden en opeens kijk ik op een allemaal grootlicht achter me. Bleek het Nick Rozen te zijn. Die zat Wie? Gewoon Nick Rozen. Ja, dat is zo'n acteur in YouTube. Huh? Ja, echt. Maar die zat achter mij. Oh. Dus we gaan even lekker naar boven en dan gaan we boodschappen doen. Want we gaan koken. Uitstappen. Ik heb gezien wat je deed. Ik zei niks. Uitstappen. Dit is seksueel overschrijdend gedrag. Blijf vanaf. Willem, assisteer me even. Ik kom er toch uit, rustig. Handen op de auto. Maar wat horen we nou? Er zijn 3 mensen omgekomen tijdens een explosie van drones op het vliegveld van Abu Dhabi. En wij gaan volgende week naar Dubai. Nou, denk het niet. Dubai, jongens. Ja, maar dat is in Abu Dhabi. In een andere stad. Ik snap het helemaal. Het is een uur van elkaar verwijderd. Dus als er allemaal aanslagen in Amsterdam zijn, gaan wij naar Rotterdam. Dat is toch ook niet logisch? Ga je toch gewoon sowieso niet naar Rotterdam? Ja, nou ja, maar... Rotterdam heeft het al zijn zwaard verduren gehad. Laten we het gewoon... Laat het... Maar wacht nou even, laat het gewoon eventjes aanzien. Finn, je weet dat je deze machine alleen mag gebruiken als je meerderjarig bent, hè? De hele grote mes hier. Hoe doe je dit dicht? We willen dikke plakken. Toch, Wim? Ja. Dan gaat het zelf dik. Kijk. Waarom doet hij nu niet? Jezus, wat een anticlimax. Oh. Dit wordt de thumbnail morgen. Ja, hij moet dik. De broodmachine doet het niet in de FOMA. Kijk. Wat is dit? Er zijn allemaal mensen te wachten ook. Jongen. Sorry hoor. Hij is altijd zo traag. Nee, ik heb gewoon meer nieuwsgierig. Nieuwsgierig? Oh ja. Die stomme volgers van tegenwoordig, die snap het helemaal. Waarom gaat het nou niet aan? Helaas, dan snijden we toch thuis. Dat maakt toch niet uit. Oh. Dit is toch fantastisch? Als je daar je pik in doet, dan heb je gewoon een reepje stik. Ja. Probeer jij het? Nou, wij zitten dus nu aan tafel en we wilden eigenlijk gaan boeken. Maar er blijkt dus een aanslag zijn gepleegd op Abu Dhabi vanuit Jemen. En dat is niet heel nice. Maar op RTL Nieuws zat een filmpje wat er dus werd afgevuurd richting Abu Dhabi. Ja, dit is zeg maar niet... Vuurwerk? Ja, het soort van raketten door de lucht schieten. Sorry, maar ik ga niet naar Dubai. Ik ben er niet achterlijk. We hebben er allemaal vrienden zitten nu, hè? Maar er worden allemaal kruisraketten de lucht in geschoten. We waren serieus van plan om nu te gaan boeken. Alleen nu we dit zien, denken we dat toch van... misschien niet. Ja, want ik kom er ook al terug. Ja, net een koffer gekocht, verdomme. Maar nee, het is misschien toch niet zo handig. Want er staat dat ze dus nog steeds ook aanslagen willen gaan plegen op de andere staten in de Arabische Emiraten. Dus
even een andere bestemming uitzoeken. Weekendje Texel. Een weekendje Texel. Gaan we toch naar Vlieland? Gaan we toch naar Vlieland? Hutte! Wow! Jongen! Het mag weer open! Iedereen kan. Lekker eten, jongens. We zijn er nog niet vanaf. Het is geen vlieg. Nee, jongens, inderdaad. We zijn er nog niet vanaf, maar we mogen wel uit eten. Elke verdere verruiming, ja? Dus nog eens een uurtje verder, betekent meer risico. Ja. Contact, meer risico. Ja, dat vind ik ook. We hebben het lekker gegeten en we zitten heerlijk op de bank met z'n allen. Kijk eens nou even genieten, hè? Lekker hoor. Hé, hey, jongens, we mogen weer uit eten. Lekker. En we mogen weer naar voetbalwedstrijden. Ja, maar 1/3. Ja, dat is allemaal wel jammer. Mm-hmm. Ik wil naar Dubai toe, maar dat kan niet. Een paar vrienden van ons die zitten momenteel ook in Dubai. En die zeggen wel tegen ons van ja, wij hebben er niks over gehoord. Alleen het is natuurlijk wel gewoon een groot risico wat je neemt. Als er inderdaad wel gewoon nog dreiging is op nog een terreuraanslag, zeg maar. Ja, dan is het niet heel verstandig om naar Dubai te gaan. Maar goed. Misschien dat we de loop van de week nog iets horen en dat we op het laatste moment nog kunnen boeken. Maar ja, die koffer heb ik ook echt voor helemaal niks gekocht. Dus ja, ik weet niet of ik hem terug ga brengen of niet. Ik weet het niet. Ik twijfel. Ik ga de lamp wat zachter zetten. Want we gaan een film kijken, let's go! Ja, hou eens je bek met de vlog. Hey, doe even normaal, gast. Hey, luister, je bent wel in het huis van een vlogger, hè? Oh ja, sorry! En zo'n normaal, knol! Normaal. En zo'n knol! En je ligt op mijn, en je ligt op mijn bank! Ja, ik ga erop spugen. Oude gel. Ga dan maar even een stukje vloggen, hè? De film is afgelopen. Ja, en nu gaat Vincent slapen, dus bedankt voor het kijken allemaal. En tot de volgende keer. Maar wij moeten morgen vroeg sporten, maar dan is hij weer te laat. Ja, eigenlijk is het al gezegd. Ja. Ga naar huis, ik wil dat je naar... Kom. Ik ga al. Jij gaat naar huis, het is klaar. Kom maar mee. Ja. Kom maar mee. Ja, slaap dan. Pak je jas. Doei, hè? Doei. Hey Google, zet alles in de woonkamer uit. Prima, ik doe 4 dingen uit. My man. Zo jongens en meisjes, dames en heren, Niek is naar huis. En we hebben net een heerlijke film gekeken en ik heb een lekkere dag gehad. Eigenlijk heb ik niet zo heel veel gedaan, zoals eigenlijk elke dag nu tijdens deze quarantaine. Maar goed, vond je dit nou een leuke video, laat dan een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren, want we hebben bijna 180.000 abonnees. En dat zou top zijn. En dan spreek ik jullie later!